universiteit in Nikiri. Daar hebben we daar 3 straatnaamvernoemingen gehad. Dat was de Yassin Nasrullah, dat is de gouverneurstraat, ook een heel bekende familie, Nasrullah en Nikeri. De Walidin Isaakweg, waar ik ben geboren. Ik ben geboren aan de Gamalweg toen, maar heet nu Walidin Isaak. En dat was ook Chandrabhan Mahabirweg, straat. Dat was vroeger de Anna-straat in Nikeri. Mahabir is ook een heel bekend persoon, dat is de dokter Mahabir, die vaker in onze ziekenhuis is, in Nikeri, streekziekenhuis, nou, Hongerziekenhuis in Nikeri voor zijn gesten en al. Ja, we zijn constant bezig, ja, Farid. Ramon, zeer opvallend en ook heel uniek hebben we gemerkt dat er een straat is vernoemd naar dokter Mahabir, Chandra Mahabir. Inderdaad, hij heeft veel gedaan, hij doet nog steeds heel veel. Maar heel opvallend en waarom uniek? Vaak worden straatnamen vernoemd als mensen al overleden zijn. En hier is een straatnaam vernoemd terwijl de persoon nog in leven is en de persoon kon het zelf ook nog meemaken. Hoe uniek is dit ten opzichte van de overige? Ja, inderdaad. Dit hebben we een beetje tête-à-tête met Chander. Want hij wou in eerste instantie wou dat niet. We hebben hem een beetje kunnen overtuigen. En daar hebben we een aantal actoren rol gespeeld. Waaronder de president van Republiek Suriname. Die heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd. U weet dat als iemand nog leeft, dan moet er een raadstuk van de president, moet een resolutie van de president getekend worden en heeft geen moment geaarzeld. Geen moment, omdat wij weten hoe kostbaar deze Chandrabhan voor ons is.